प्यार को इस तरह से भुलाना ना दिल चाहता है ना हम चाहते हैं। Inmiddels 3:05, lieve mensen, goedemiddag. Nogmaals. En we gaan hier vanmiddag het gesprek doen. En mijn gast is de heer Aswi Ramcharan, beste mensen. Vaker hier op de radio, als er redenen zijn om met hem in gesprek te gaan. En er zijn genoeg onderwerpen waarover we met hem vandaag in gesprek zouden moeten. En dat gaan we ook doen. Aswi, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag Fred, dankjewel voor het weer mogelijk maken van dit interview. En luisteraars in Suriname, maar ook in Nederland, een fijne avond, fijne middag. Ja, als jullie gaan het zo direct hebben, hè, over zeg maar nationaal dialoog, lezen en verzoening als instrument om te voorkomen dat het land verder wegzakt. En dat Suriname dus niet vervalt verder in een failed state. En hoop dat via vervolging allerlei problemen opgelost zouden kunnen worden, is er niet, zeg jij, want er is te veel wantrouwen dat politiek te veel invloed heeft op het rechtssysteem. Lees de instituties, in dit geval het Openbaar Ministerie, en dat het Openbaar Ministerie eerder het probleem is dan de oplossing van de misdaad in Suriname. En jij zegt van, wil je etnische spanningen voorkomen? Wil die de-escaleren, dan zul je toch wel moeten overwegen om tot een nationaal dialoog over te gaan. Dat is een beetje de kern van jouw statement. Klopt dat, Aswin? Ja, dat klopt, Fred. Dat klopt helemaal. Ja. Oké, okay. We gaan straks daarop verder doorpraten. Maar ik wil toch wel een aantal andere zaken vooraf met jou bespreken. En de kogel is door de kerk, Aswin. Er is vanaf vandaag, als het goed is, een nieuwe minister van Financiën. En niemand kan verrast zijn met de benoeming van Stanley Raghuwarsing tot minister van Financiën. Bij de vorming van deze regering was zijn naam al genoemd, hè, maar toen was er heel veel kritiek vanuit de partij als daarbuiten over toch wel dat men weer bezig was gevestigde politieke vrienden weer in het zadel te krijgen op allerlei ministeriële posities. En toen is Raghuwarsing uiteindelijk op de achtergrond geraakt. Kwam de heer Achaibersing. En toen hij dus uiteindelijk het veld ruimde vanwege allerlei privéproblemen. Tenminste, privéredenen, zegt men. Was Santokki niet in staat gelijk een ander te benoemen. Na 3 maanden, nu uiteindelijk komt hij met de naam van Raghuwarsing. Verbaast het jou, Aswin, dat Raghuwarsing was niet ver van de president, was adviseur van meneer Achaibersing, zat bij de centrale bank. In feite had de president al op dag nummer 2, na vertrek van Achaibersing, Raghuwarsing, eruit kunnen lichten en zeggen van dit wordt een minister van Financiën. Verbaast het je dat hij nu na 3 maanden pas met de naam van Raghuwarsing komt en dat hij toen niet gekozen heeft om gelijk daarmee aan het werk te gaan? Nou, het verbaast me niet. Dit zijn de manieren waarop in de Surinaamse politiek beslissingen genomen worden. Zoals je net ook goed beschrijft, minister Raghuwarsing is een oude bekende binnen de partij, binnen de Surinaamse gemeenschap, maar ook binnen de Nederlandse diaspora. Het is een aardige meneer, vriendelijk, zoals vele Surinamers. Ja. Hij is ook 2 keer minister geweest. Ik heb begrepen van de verschillende analisten die hun analyses hebben gegeven in jouw programma, maar ook in andere interviews heb ik begrepen dat minister Raghuwarsing niet zo'n goede minister van Landbouw is geweest. Maar volgens mij zat hij daarna op planning en daar heeft hij wel een goede job gedaan. En dus denk ik dat hij nu het ministerie van Financiën overneemt. Ja, dat zal moeten uitwijzen of hij daar het verschil kan maken wat nodig is. Ik heb zelf mijn eigen analyses en die komen kortop
kortom erop neer dat ik niet verwacht dat Stanley Ragubarsing een groot verschil gaat kunnen maken op financiën, want er is gewoon geen geld. En daarnaast is het ook zo dat de problemen die minister Achebesing meerdere malen had aangegeven, de ex-minister van Financiën, dat er ook een uitvoeringscapaciteitsprobleem is in Suriname. Mm-hmm. Dat heb ik vanaf deze regering is aangetreden, heb ik dat aangestipt. Ja. In ontwikkelingseconomie termen noemt men dat het absorptievermogen. Mm-hmm. Suriname heeft al 47 jaar aangetoond dat het een belabberd absorptievermogen heeft. Dus ik denk helaas, met alle goede bedoelingen van minister Ragubarsing, dat hij eerder een placeholder zal zijn. Dus hè, gewoon een politieke een benoeming om zeg maar de functie in te vullen. Want er was natuurlijk heel veel kritiek op deze regering dat ze niet deze minister konden vinden. Maar ik denk niet dat hij veel gaat kunnen uithalen. Kijk, we zijn nu al aan de vooravond van 2023. Dat ja. betekent dat we nog één jaartje uitvoering, de uitvoering in kunnen. Voor wat betreft projecten en dergelijke. Ik weet dat er niet veel projecten zijn beschreven. Of heel lastig, dat het heel lastig was om mensen te vinden om projecten te schrijven. Nou, je moet je voorstellen, al die templates en de manieren waarop de IDB, de Wereldbank, maar ook IMF gewoon projecten beschreven wilt hebben. Dat is natuurlijk niet, dat doe je niet eventjes. Dat mm-hmm. moet gedegen gebeuren. Ja. En dus komt het meer op technische kenniskundigheid. En dat is precies waar het dus 47 jaar op mankeert in Suriname. Dus het is niet veranderd wat minister Achebesing zei. We hebben geen uitvoerders. We hebben geen mensen die projectdossiers schrijven. Projecten kunnen formuleren en dergelijke. Dus ik denk niet dat minister Ragubarsing daar zo met een toverstaf verandering in gaat kunnen brengen. Ja, met de know-how die hij dus met zich meebrengt, minister geweest in voorgaande regeringen op twee verschillende departementen, jarenlang, dacht ik, voorzitter van het wetenschappelijk instituut. Van de VHP geweest, adviseur van de minister van Financiën en tegelijkertijd is hij ook raad van commissaris lid geweest bij de Centrale Bank. Dus hij, heeft, ja. hij is al die tijd direct betrokken geweest, hè, bij het beleid op het financieel-economisch gebied. Zeg je dat die debet is aan dat het vandaag mede debet is aan het feit dat het vandaag niet allemaal heeft willen lukken? En dat je daarom dus weinig zeg maar prestatie van hem verwacht? Er zijn twee dingen. Er is één helder ding, dat is helder punt, dat is dat hij dus voormalig RVC-voorzitter is geweest bij de Centrale Bank. Ja. Dat is de afgelopen twee jaar zo geweest, voordat hij deze nieuwe functie aannam. Ja. In die periode heeft hij kunnen meekijken hoe de OMO en andere maatregelen om de koers te stabiliseren, ja. hoe die mislukt zijn. Ja. Dat is niet omdat ik het nu zeg, dat zijn de feiten. Hè? Het OMO, de OMO, de Open Market Operations, waarbij ze het geld probeerden af te romen door die banken heel rijk te maken met hele torenhoge rentes in een veiling. Ja. Dat is gewoon finaal mislukt. We moeten niet vergeten, wat ook feit is, is dat dezezelfde minister ook een pet aan heeft. Want hij zit in het onderzoekscommissie, samen met meneer Boussaid en met meneer Gersie, om te vertellen, om te evalueren wat er is gebeurd tijdens met die OMO en andere maatregelen. Ja. Nou, ik heb ook in jouw programma gezegd, ik heb daar ook over geschreven op basis van het interview de persconferentie die toen is geweest, waar minister Ragubarsing nog gewoon als RVC-commissaris toen, voorzitter van de RVC van de Centrale Bank toen ook in die persconferentie was, heb ik aangegeven dat ik denk dat, dat het een wassen neus is om nu een evaluatierapport te gaan schrijven samen met Gersie en meneer Boussaid. Want meneer Boussaid zijn standpunt kennen we. OMO is helemaal mislukt, heeft hij gezegd. Ja. Van Gersie weet ik niet wat hij ervan vindt. En Stanley weet ik ook niet wat hij ervan vindt. Maar hij heeft wel mogen, hij was voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Gedurende 2,5 jaar heeft hij mogen meekijken en
mogen zien hoe de koers van 21 naar nu 32, 33 is gegaan. Dus ik verwacht geen magic van minister Agubasi. Ja, is deze keus van Santoki met andere woorden in het oplossen van de vraagstukken waarmee het land op dit moment geplaatst is een verkeerde keus? Ik denk niet dat... Nou ja, laat me het zo zeggen. Ook daar heb ik twee manieren om naar de zaak te kijken. De eerste manier is, het is geen verkeerde keus, want je moet de minister van Financiën hebben, anders ben je alle geloofwaardigheid ben je kwijt. Ja. Als het gaat om hoe IMF, IDB, Wereldbank, maar ook de rest van de wereld, investeerders uit de rest van de wereld naar Suriname kijken. Neem nou bijvoorbeeld Total. He, de CEO van Total die kijkt natuurlijk naar Suriname en die denkt, this country cannot even name minister of secretary of finance. Ja. He, maar dan denkt hij dat in het Frans, want het is een Fransman en niet in het Engels. Maar dus, ja, je kunt je voorstellen dat natuurlijk niet netjes staat en zeker niet geen vertrouwen uitslaat. Dus dat is één. Die benoeming moest en zou komen en heeft nu plaatsgevonden. Dan is er een tweede kant aan de zaak en dat is... we hebben gezien dat het land in principe 4,5 maand of bijna 5 maanden, zou je kunnen zeggen, gewoon voortsukkelde zonder minister van Financiën. Ja. Waarbij twee ministers die wel gewoon hun posities hadden behouden, minister Rambin van Buitenlandse Zaken, de superminister, en de minder superminister van Milieu, Chanahin, dat die af en aan minister van Financiën speelde. Ja. Nou, we zagen dat er in diezelfde 4,5 of 5 maanden tijd eigenlijk niet heel veel in Suriname is veranderd. Hè? Ja. Er is geen project van de grond gekomen. Er is geen belastingcent meer of minder geïnd. Er is geen geld van IMF binnengekomen, geen stuiver. Ook niet van de Wereldbank, ook niet van IDB. Er zijn allemaal MOU's getekend. Dus de tweede manier waarop ik naar deze zaak kijk is, zie hier het voorbeeld en het bewijs dat je met minder ministers het Suriname gewoon kunt regeren. He? Dus als je mij vraagt, was er een minister van Financiën nodig? Dan denk ik nee. Ik denk dat zo'n functie heel makkelijk bij minister Rambin had kunnen blijven. Of onder de president, of onder de vicepresident. Het was niet echt nodig om nu een minister van Financiën te hebben. Dit is dus, vind ik, in mijn tweede redenering, vind ik dit window dressing. Ja, maar Ashwin, het ministerie van Financiën is niet een departement voor poppenkast, toch? Het heeft een wezenlijke taak. Wat is de rol van dat departement in dat gehele plaatje? Nou kijk, op dit moment is het natuurlijk meer een vertrouwensrol. Hè? Ministerie van Financiën coördineert al die IMF-programma's of het IMF-programma met alle maatregelen. Ja. Die stuurt dan eigenlijk ook indirect of direct de centrale bank aan. Ja. Die zorgt ervoor dat de begroting opgesteld wordt, dat het geld verdeeld wordt naar de verschillende ministeries. Voor alles wat uitgevoerd moet worden, ambtenaren betaald moeten worden, wegen gerepareerd, gras gemaaid moet worden. Dat al die financiën in het land, of in ieder geval van de regering, dat die plaatsvinden. Dus je hebt de kostenkant die beheerst moet worden, inkomstenkant die beheerst moet worden, nou, inkomsten van de overheid, dat zijn belastingen, accijnzen, dat soort dingen. Uitgaven zijn ambtenaren, salarissen, kinderbijslag enzovoort. Nou, dit totaal, het coördineren van IMF, Wereldbank, IDB, alles wat daarmee samenhangt, de staatshuishouding, de financiële staatshuishouding van Suriname, dat is de taak van de minister. Ja, maar dat doe je toch niet? Ja, ja dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je kijkt naar de 4,5 maand, 5 maanden, dat we geen minister van Financiën hadden, ja, heb ik niet gemerkt dat het fout ging met de koers, staatshuishouding. De koers is op dit moment op 32 SRD. Inkomstenkant is nog steeds boven, toch? En we zien niet dat op het punt van bestedingen een ander wind waait. Begroting, de kostenkant is hoger dan de inkomstenkant, dus
Op dat punt is het toch een minister van Financiën die regie moet voeren op het punt van soberheid en broekriemen aantrekken en aanwijzingen geven waar de verspillingen zijn en hoe dan in de organisatie op welke plaatsen gesneden moet worden. Dat gaat toch weer verder. Ja, dus dit is een heel goed punt van je, Fred. Maar ik zie dat niet gebeuren onder het ministerschap van Stanley Radu-Barsingh in een jaar tijd. Ja. Want we hebben netto hebben we nog 1 jaar de tijd. Want in 2024 tot 2025 is het verkiezingsjaar. Ja. Dan moet je niet verwachten dat er iets gaat gebeuren, iets baanbrekends. Dat ze ambtenaren gaan saneren of iets dergelijks. Dat gaan ze niet doen. Ja. Waar gaan ze het geld vandaan halen dan? Waar gaan ze het geld vandaan halen dan? Ja, dus daar kom ik op. Kijk, ja. Wat ik nog steeds, waar ik nog steeds mee blijf lopen, dat is de uitlating van de president tijdens de laatste persconferentie waar Stanley Radu-Barsingh er ook was en andere regeringstoppers, dat er een lijst is van 100 vermogende mensen die zij willen gaan belasten. Nou, dat zou betekenen dat je dan in ieder geval aan de inkomstenkant wat binnenkrijgt. Als je mij vraagt, gaat Stanley Radu-Barsingh dit kunnen doen via de Belastingdienst? Ik twijfel eraan. Ik denk het niet. Want als je dat de afgelopen 47 jaar niet hebt gedaan, dan denk ik niet dat tovenaar minister Radu-Barsingh daartoe in staat gaat zijn. Want nogmaals, je hebt geld nodig, je hebt uitvoeringscapaciteit nodig. Ik zie bij de Belastingdienst in Suriname niet dezelfde controlemechanismes als in andere landen. Dus met andere woorden, aan de inkomstenkant zie ik het zo werken. Ja, dus, dan hebben we de, ja, ga verder. Ja, dan hebben we de uitgavenkant. Het ambtenarenprobleem, dat waterhoofd. Ja. Daar gaat hij ook niet in snijden, want als hij dat doet, dan kan hij de verkiezing van 2025 helemaal vergeten. Hè? Dus de VHP kan daar helemaal. Dus ik denk dat hij daar ook niet aan mag komen. Dan hebben we bijvoorbeeld de importmaatregelen waarmee je wat valuta zou kunnen besparen, waardoor je minder valuta nodig zult hebben, waardoor je de koers enigszins kunt stabiliseren met allerlei verhalen op de retentieregeling enzovoort, die ook niet lijken te werken. Denk ik niet dat hij dus in staat gaat zijn aan de inkomstenkant wat te doen. Dus we hebben de uitgavenkant gehad, al die subsidies en zo gaan ze afschaffen, nou dat moet ik maar eerst zien. Aan de inkomstenkant hebben ze dan al die mogelijkheden die om de belastingen te innen, die ik ook niet zo zie zitten vanwege de uitvoeringscapaciteit. En dan is er nog een ander puntje en dat heeft te maken met dat vertrouwen wat je als land moet uitstralen. Niet als minister per se, want je bent geen tovenaar. Je moet het als land, als geheel doen, als compleet apparaat. Moet je nu gaan aantonen dat je die BTW, die IMF heel graag ingevoerd wil zien, dat die geïmplementeerd is, dat die werkelijk werkt. Dus het bedenken is één, maar je moet het dan ook implementeren en het moet nog werken. Kijk, je kunt een computer kun je kopen, je kunt hem installeren, maar dat betekent nog niet dat die werkt. Zo moet je dat zien. Dus ze hebben nu bedacht, we gaan BTW invoeren, we gaan het op een bepaalde manier doen. Dan moet je het implementeren. Dan is die BTW inbaar, maar dan moet je het ook nog gaan innen. Ja. Dus dat geld moet werkelijk binnenkomen. Nou, dat traject zie ik niet binnen nu en laten we zeggen 3 maanden plaatsvinden. Dus ik voorspel bij deze dat de vierde tranche van het IMF waarschijnlijk ook niet gaat binnenkomen. Maar dat zijn wel belangrijke dingen die zo'n minister van Financiën op zijn bordje heeft. En dan heb ik het nog niet eens over oliemoniekaarta en al dat soort leuke dingen die bedacht zijn. Het gaat erom dat Stanley Radu-Barsingh ook een mens is, net zoals jij en ik, 24 uur per dag. Hij moet ook zijn slaapje doen en zijn eten drinken enzovoorts. En hij moet dan een gedrocht van een ambtenarenapparaat gaan leiden, die onder minister Achai Barsingh behoorlijk aan het wankelen heeft gebracht met allerlei trucjes en fraudesituaties. Dus ik denk, als je het gewoon heel nuchter bekijkt, dan verwacht ik niet dat hij verandering gaat kunnen brengen zoals het hoort in de begroting, in de staatshuishouding, aan de kosten en aan de inkomstenkant. Ja, we hebben in die periode dat Achai Barsingh minister was, hè? Meneer Radu-Barsingh
leesadviseur was en RVC was bij de Centrale Bank, hebben we een aantal schandalen gekend die gerelateerd waren ook aan het departement van Financiën. HPSG, New Surfen. En natuurlijk de kassenroof bij Financiën Centrale Bank, waarvoor miljoenen gelden zijn geïnd. Allemaal onder toeziend oog van ook Raghubar Singh. Die stond erbij, staat, keken naar. En heeft daar weinig tot niets tegen kunnen doen. Is Raghubar Singh niet mede het probleem van het probleem? En kan het probleem oplossen? Nou, het punt is, iedereen die heeft erbij gestaan en ernaar gekeken. Ja. En we moeten niet vergeten dat als meneer Balfa in het parlement de zaak niet had gebost, precies, als meneer Balfa niet met het verhaal naar buiten was gekomen, had minister Achai Bassin en deze regering de zaak, die fraudes die waren, hadden plaatsgevonden, maar ook Surfin, HPSG, al die mooie ideeën, die waren natuurlijk onder de pet gebleven. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Dus het is vanuit deze regering nooit zo geweest dat ze de charme en de netheid hebben getoond om hun excuses aan te bieden voor fouten die gemaakt worden, menselijk zijn, en overal in iedere organisatie plaatsvinden. Ja, Stanley, op het moment dat deze schandalen aan het licht kwamen, had hij ook zelf niet naar buiten moeten treden en op zijn minst medeverantwoordelijkheid moeten dragen dat dit heeft moeten kunnen gebeuren? Kijk, ik weet niet wat de rechten of plichten zijn van Stanley in zijn RVC-voorzitterschapsrol. Hij was wel adviseur op het ministerie van Financiën. Ja. En kijk, ik heb in veel organisaties gewerkt en ik kan me voorstellen dat iedereen op een bepaald moment gewoon in diepe slaap is. Want dat heb ik echt heel veel in organisaties gezien. Mensen die op automatisch piloot vliegen. En dat backfired op een gegeven moment, maar dan is het te laat. Het is altijd te laat wanneer het backfired, want daarom sliep je. Je kunt niet zeggen, ik was wakker, want anders had je misschien de dingen gezien. Ja. Dus het is gewoon heel simpel. De redenering is, je sliep, daarom heb je het niet gezien. Anders had je het gezien, had je wat ervan kunnen zeggen enzovoort. En toen je het zag, heb je het ook nog onder de pet gehouden. Juist. En degene die daarvoor hoofdverantwoordelijk was ex-minister Achai Bassin. Ik weet niet in hoeverre Stanley Raghubar Singh als adviseur op het ministerie ook daar een rol in had om het onder de pet te houden. Wat ik wel kan concluderen is dat dit is gebeurd, dat die gelden terug zijn gehaald en dat het uiteindelijk een zaak van het OM is geworden. Het heeft wel, naar mijn beleving, heeft het wel ertoe geleid dat minister Achai Bassin op een gegeven moment er genoeg van had. Wat laten we niet vergeten, minister Achai Bassin was erbij betrokken toen Surfin, HPSG en al die dingen ook plaatsvonden. Dus ik kan me voorstellen dat je als mens ook op een gegeven moment hebt van, ja, hier heb ik niet voor getekend, ik heb hier geen zin in. Blauwmeer zit nog in mijn nek te hijgen, want dat heb ik toen ik bij Asuria werkte, heb ik dat overgeheven naar de centrale bank met een trucje om te de-risken. Wat gewoon ook naar mijn mening gewoon een daad is die niet klopt. Want dat soort trucjes hebben ze op Wall Street ook allemaal toegepast en daar zijn mensen voor gestraft. Dus ja, ik kan me voorstellen dat Stanley ook heel lang daarom ook de boot heeft afgehouden om minister van Financiën te worden. En dat hij daarom nu pas de beslissing heeft genomen. Maar nu komt het, Fred. En dit is een ontzettend belangrijk punt. En dat brengt me eigenlijk op ook mijn thema van vandaag, wat ik in die flyer heb laten opnemen. Kijk, Suriname gaat de komende 5 jaar, ook al komt er een andere regering, gaat die niet toekomen aan het formuleren van beleid en het vinden van goede ministers en dus uiteindelijk tot uitvoering. We weten dat er uitvoeringsproblemen zijn. We weten nu ook dat er ministersproblemen zijn. En we weten dat er geen geld is om het land te draaien. Want Total en al die andere investeerders die hebben het laten afweten. Alle verhalen waarmee deze regering begon, die zijn helaas niet uitgekomen tot grote teleurstelling van iedereen. Van jou, van mij, van ambassadeurs, van ministers, van de president zelf. Oké. Nou, wat is ernstig aan deze hele situatie?
waarom wil niemand minister worden in Suriname? En het antwoord is heel simpel. De kans is heel groot dat als je nu minister wordt in Suriname onder de huidige situatie van rancune, we gaan alles via de rechter doen, we gaan je in de gevangenis zetten en dan mag je je verdedigen, maar het OM gaan we lekker beïnvloeden en enzovoorts enzovoorts. Onder die cultuur van politiek voeren gaat niemand die een gezond verstand heeft, een gezin heeft, een baan heeft, een professional is, meer verdient dan een McDonald's salaris. Want dat is nu een minister. Een minister verdient in Suriname een McDonald's salaris. Wat een student hier bij McDonald's in Nederland verdient, verdient een minister. Mm-hmm. Ja? Ze hebben wel privileges, maar even alleen het salaris. Dus je moet je voorstellen dat doordat er een cultuur is, dat als ik nu minister word, is de kans heel groot dat wanneer de NDP in 2025 de regerende partij wordt, dat zij mij voor de rechter slepen voor dingen die ik heb gedaan tijdens mijn ministerschap. En dan ben je geen minister meer, dan mag je uit je eigen zak je verdediging gaan betalen, want NDP beheert de staatskas. En die gaat niet zeggen, oh, meneer Ramcharan is minister geweest onder president Santokhi, en die waren zo aardig voor ons, want die hebben Ashwin Adin iedere dag een ruiker gestuurd. En die stuurde regelmatig champagne voor president, ex-president Boutersen. Nee, die gaan jou het leven zuur maken. Die gaan jou voor de rechter slepen. Dan komen al die dingen van HPSG, Surfin, Blauwmeer, alle schandalen die ze maar kunnen vinden, die jij, waar jij fouten bij hebt gemaakt, goed bedoeld of werkelijk slecht bedoeld. Alle benoemingen die je aan je vriendjes hebt gegeven, contracten die je hebt getekend, alles halen ze naar boven. Dat gaat dan onder die beïnvloeding van die regering naar die beïnvloedbare OM. En die gaan dan overal rechtszaken starten. Dat betekent dat president Santokhi in de bak kan belanden. Dat betekent dat minister Stijn Ragubarsing in de bak kan belanden. Dat betekent dat minister Tjona Hing in de bak kan belanden. Dat betekent dat Riyad Noor Mohammed in de... Ik noem het maar op. Iedereen kan in principe in de bak belanden, net zoals Ashwin Adin, voor een camera of wat hij meer heeft gedaan. Of zoals Van Tricht, wat hij heeft gedaan. Ja, het heeft of te maken met de afrekencultuur. Die... Ja, dus er is een cultuur waarin de huidige ministers super bang zijn om maar iets te doen. En dus is het land super lam. Mm-hmm. Er is niemand gaat zijn nek uitsteken. Iedereen zit heel dicht, helemaal stil. Vrouwen hebben tegen de mannen gezegd, oh, wil jij naar het werk gaat en daar je nek uitsteekt, dan verlaat ik je. Want ik ga niet straks jou komen bezoeken in Santo Boma. Zo simpel is het nu in Suriname. Je hebt gisteren een tijger van een interview, een tijger van een gast gehad in jouw programma, Fred. Swami Gidari, mm-hmm, van de VES. Mm-hmm. Ik zie hem als een van de grote leiders van Suriname die nu aan het opkomen is. Je hebt Anton Karg gehad in je programma. Ook zo'n tijger. Een jonge leider. Een leider die waarschijnlijk in Suriname een verschil gaat maken. We hebben Robert Vishnoudat gehad. We hebben mevrouw Asset gehad. Kijk, dit zijn de toekomstige leiders van Suriname. Mm-hmm. Maar zij hebben een heel andere kijk op zaken dan de oude rancunecultuur. Ja. Is de rancunecultuur van deze tijd of is het altijd zo geweest? Want wat zich nu afspeelt, waar jij het over hebt... Hele goede vraag. Ja? Hele goede vraag, Fred. De rancunecultuur is al sinds 1975, na de onafhankelijkheid, maar ook voor de onafhankelijkheid, een feit in Suriname. Aaron had een hekel aan Lachman. Lachman had een hekel aan Aaron. Pengel, weet ik niet aan wie hij een hekel had. Vervolgens kwamen die militairen, nou die hadden hekel aan iedereen die maar een beetje intellect had en een beetje kon denken en praten. Dan hebben we Rambokus gehad, die haatte weer zijn vriendjes, daar is ook een puinhoop van ontstaan. Dan hebben we kolonel Valk gehad, die ook iedereen begon te haten. Even, Rambokus haatte zijn vriendjes, zeg jij dat? Ja, ik bedoel, het waren jongens met wie hij allemaal in de opleiding zat. Ja. Dus op een gegeven moment stonden ze tegenover elkaar. Aangezet door van de kolonel Valk, of niet, de rol van Nederland is in vele boeken beschreven, ook al zijn de archieven nog dichtgetimmerd.
Maar er is zoveel rancune en oudzeer in Suriname, ja, dat die afrekencultuur, die cultuur die we nu hebben van Mosoriu, ja, ik ga jou in de bak zetten, volgende keer als ik president ga ik jou leren, wanneer komen ze dan aan het regeren toe? Ja. Wie gaat regeren? Wie wilt minister worden? Ook al zou je me 1 miljoen betalen, ik wil geen minister worden in Suriname. Ja. En ik denk heel veel mensen in Suriname, die denken zo van, ja, ik ga dat niet doen. En ik denk dus dat iemand als Stanley Ragubarsing, die nu minister is geworden, die weet wel hoe hij zich gaat gedragen. Dus verwacht niet dat Stanley Ragubarsing of welke andere minister van deze regering zijn nek gaat uitsteken. Dat gaat niet gebeuren. Dus het land is compleet stuurloos. Dit noemen ze in organisatietheorie termen, daar ben ik trouwens op gepromoveerd, noemen ze dit een miasmatische situatie. Een miasmatische situatie die doet zich voor in een organisatie. Een organisatie is ook een land, maar kan ook een ministerie zijn, kan ook een regering zijn. Waarbij iedereen eigenlijk denkt dat ze de dans gaan ontspringen, maar uiteindelijk wordt hun kop eraf gehakt. Ja. Het is een vergiftigde, vervuilde omgeving waarin mensen niet durven te praten, waar mensen hun mening niet durven te geven, waar er een sterk afrekencultuur is als je niet loyaal genoeg bevonden wordt. Eigenlijk is het een vorm van fascisme wat we nu in Suriname helaas onderhuids moeten ervaren. Wat mij gisteren opviel aan het interview van VES-lid Swami Gidari, was dat hij keer op keer op jouw vragen antwoordde: meneer Kataram, wilt u dat de politie mij straks ophaalt? Ja, die angst zat er diep in, hè? Die angst zat er gisteren bij meneer Gidhari heel diep in, terwijl ik hem een van de toekomstige leiders acht van Suriname. Ja. Ja. We zijn terug, Fred, we zijn helaas terug bij de periode waarin ik opgroeide in Suriname, toen de militairen de macht hadden gepakt. Ja. Ik was bang voor de militairen. Nu is men bang voor de regering. Zie hier het voorbeeld van opiofobie, waar wij het ook over hebben gehad. Ja. Wij zijn bang voor elkaar. We moeten bang zijn voor elkaar. Swami Gidari was bang voor de politie. Ja. Hij durfde bepaalde uitlatingen of inhoudelijke antwoorden niet te geven op jouw vragen. Dus hoe zwaar zijn wij afgedaald in het land? Zo kan het niet verder. Ja, dat is in de laatste, nou ja, de periode sinds deze regering aangetreden is, is dat wat manifester, wat nadrukkelijker aanwezig. Fred, ik denk als jij in Suriname had gewoond, was jij nu al een paar dagen in de bak. Ze hadden jou opgepakt. Ja. Zo erg. Zo erg is het nu. Dus dit geeft aan dat er een bepaalde zieke, vervuilde, miasmatische cultuur heerst, waarin de top van de organisatie zegt, nee hoor, alles is goed. Kijk, het stinkt hier niet, niets is verrot, het is geweldig, we gaan 5 bruggen bouwen, we gaan 6 torens bouwen. Totaal komt morgen, trouwens, die heeft mij al geld gegeven, al zien jullie het niet, ik heb hier 10 MOU's. Er is geen geld in het land. Het is een verhaal die mensen die niet nadenken zijn gaan geloven. Waar is dat geld van IDB? Staat het al op de rekening? Nee. Waarom komt IMF niet met dat geld? Dus waarom is totaal daar niet op tijd? Kijk, we moeten niet denken dat men gek is in de wereld. Hè? Surinamers denken misschien als ze de hele dag bezopen zijn dat het zo makkelijk is. Maar dat is niet zo. Niemand gaat geld over een land strooien waar er oneenigheid is, waar de vicepresident zegt, ik kan mijn rug niet keren naar mijn eigen president. Hé, waar hebben we het over? En dan willen we dus verwachten wij dat er in zo'n situatie licht is aan het einde van de tunnel. Nou, die hele tunnel stinkt. Ik weet niet wie in die tunnel wil lopen om licht te zien aan het einde van die tunnel. Zo simpel is de situatie. Met andere woorden, vandaar mijn pleidooi vandaag met de mogelijkheid die jij me biedt, Fred. We hebben in landen als Rwanda gezien dat Tutsi's en Hutu's elkaar gewoon in stukjes hakten. Ja. We hebben datzelfde gezien in Zuid-Afrika, waar de blanke en de zwarte Afrikanen gewoon elkaar gewoon baby's tegen de muur aangooiden om ze te doden. Ja. We hebben ook in Suriname gezien wat er in Mooiwana is gebeurd.
Ja. We hebben ook gezien wat er op 8 december is gebeurd. 8 december is nog net geweest. Je kunt, we hebben in Colombia hebben we ook hetzelfde gezien, waarbij de FARC en allerlei andere anti-regeringsgroeperingen het land probeerden te ontwrichten met cocaïnehandel en wapenhandel enzovoort. We hebben al dit soort voorbeelden in de wereld gehad. En je ziet dat al deze landen uiteindelijk pas zijn gaan groeien nadat er een nationaal dialoog is gestart. Onder andere door geestelijke, die hebben vaak het voortouw genomen. In naam van God hebben zij geprobeerd om partijen te verzoenen. En in al die gevallen is het gelukt. Want iedereen in het land heeft ook kinderen en kleinkinderen. En wat we nu aan het doen zijn in Suriname is, we zijn eigenlijk de volgende generatie Surinamers die fris zijn, jong zijn, een mooi, gezellig land willen hebben, bestaanszekerheid willen hebben, inkomenszekerheid willen hebben, hun land willen zien groeien met de grondstoffen, de menselijke capaciteiten en dergelijke. We zien dat een oude garde, een oude generatie, eigenlijk die mensen dat mooi toekomstperspectief eigenlijk gewoon ontneemt. Onder het mom van, ja, nee, maar we moeten criminaliteit bestrijden en we moeten een rechtsstaat hebben. Maar ze hebben geen flauw benul hoe je een rechtsstaat eigenlijk creëert. Absoluut geen benul, want het zijn geen intellectuelen die bij de tijd zijn, die weten wat er een beetje in de wereld speelt, wat er in de jonge generatie speelt. Nee, we hebben hier mensen die totaal ontvreemd zijn van hun eigen kinderen, totaal ontvreemd zijn van hun vrienden, van de mensen die hun hebben geholpen aan het presidentschap, die het menen met hun. Mensen als professor Chuni, mensen als professor Mahadeo, mensen als Hubert Rampersad, professor Rampersad. Zo zijn er heel veel mensen waarvan je van alles kunt vinden, maar we weten allemaal één ding, ze houden van het land. Ze willen graag meehelpen. En wat heeft deze regering gedaan? Deze regering heeft gezegd, je was mijn vriend, maar je bent mijn vriend niet meer. Nu is Nederland mijn vriend. Het land wordt overspoeld met Nederlandse consultants. Net zoals Irak werd overspoeld met huurlingen uit Blackwater. Want het officiële leger van Amerika mocht Irak niet in. Dus hadden ze een trucje bedacht. Ze hadden toen Blackwater georganiseerd. Dat was een groepje huurlingen. Maar eigenlijk noemden ze dat security consultants. En die gingen dan het klusje klaren van Amerika in Irak. Nou, ja. Dat hebben we volgens mij nu ook, dat zien we nu ook gebeuren in Suriname. Je ziet dat de regering van Nederland Suriname niet mag recoloniseren, dat mag niet. Ze mogen ook zich niet mengen in de interne politiek in Suriname, dat mogen ze niet, dat weten ze, want Suriname is een soevereine staat. Dus doen ze het via een omweg. En deze regering staat daartoe. Kijk, ik ben niet de enige die dit ziet. Er zijn meer oplettende mensen en er zullen opposanten zijn, dus mensen in de oppositie zijn, die dit spel doorhebben. Want je ziet heel duidelijk dat de inmenging die Nederland via zijn consultants nu in Suriname heeft, dat die gericht is op bepaalde groepen, bepaalde politieke groepen in het land, zoals Brunswijk dat zegt. Ik ben overtuigd dat het geval is. Ik twijfel niet meer aan het feit dat er een bepaalde inmenging is van Nederland en Suriname om bepaalde politieke bewegingen kopje kleiner te maken. De vraag is, mag dat? Kan dat? En is dat van deze tijd? Ja, zeg even op dit punt toch wel doorpraten. Het is nogal een uitspraak dat Nederland op dit moment via een achterdeur de politiek in Suriname bespeeld om bepaalde politieke groeperingen, wel misschien etnische groeperingen, die voor de democratie wellicht, of voor de relatie Nederland-Suriname een gevaar zouden betekenen, om die een kopje kleiner te maken? Nou kijk, ik kom tot deze bolde conclusie en deze uitspraak op basis van mijn studie van verschillende boeken die geschreven zijn over de politieke situatie na 1950. Ja, maar maak dat concreet. Ik bedoel, Heel concreet. Kijk, de conclusie die de Nederlanders op een gegeven moment trokken na de decembercoup, na de coup van 1980, hebben zij toch even geloofd dat zij een militaire dictatuur zouden kunnen steunen.
Ja. Dus er is 500 miljoen Nederlandse guldens is gewoon gegeven aan meneer Boutersen en meneer Chenassin enzovoort om het land te runnen. Ja. Dus er was ergens hoop. Mm-hmm. Hè? En het verhaal is geweest van Nederland, ja, maar als wij die 500 miljoen niet geven, dan drijven we het land nog meer in een dictatuur. Nou, het kan, het is een redenering geweest, maar het is niet gelukt. Want wat zien we? Ondanks het feit dat ze dachten dat ze met die 500 miljoen Suriname gingen redden van de dictatuur, heeft die dictatuur zich iedere keer bewezen zichzelf heruit te vinden. Met als resultaat dat die dictatuur op een gegeven moment een politiek jasje kreeg in de vorm van de NDP. Ja. Nou, de rest is geschiedenis. We weten dat allemaal. We weten wat de NDP heeft gedaan met het land en hoe ze dat hebben gedaan, hoeveel telefoonkoeps, hoeveel marionetten ze als president hebben gehad enzovoort. Maar als je het groter verhaal van Suriname bekijkt, dan komt het concreet erop neer dat Nederland op meerdere momenten een kans heeft gehad om Suriname daadwerkelijk te helpen. Voor het laatst vind ik dat plan van premier Lubbers om Suriname tot een gemene best te brengen. En dan op die manier Suriname nog steeds de leiding te geven in hoe ze het land willen runnen. Maar dan op een gestructureerde manier bijval te geven. Dat plan is niet doorgegaan. En waarom is dat niet doorgegaan? Omdat heel veel Nederlandse politici vonden dat er sprake zou kunnen zijn van een recolonisatie. En dat is tegen alle soevereine regels in de wereld. Maar ik denk dat voornamelijk aan de kant van Suriname toch wel nationalisten waren die op de rem hebben getrapt. Dat is niet helemaal waar. Het is zeker zo dat er in Suriname mensen waren die daar tegen waren, waaronder meneer Boutersen en zijn vrienden. Die waren daar heel erg tegen, want die zagen de bui al hangen. Als Nederland zich meer gaat bemoeien, dan wordt het voor ons moeilijk. En dus hadden ze het gegooid op, wij willen ons eigen ding doen, enzovoort, enzovoort. Ondertussen waren ze met drugs en dergelijke bezig. Ja. Nou, maar op dat moment, toen Lubbers met het idee kwam, had de absolute meerderheid toen bij de burgerregering, gekozen door het volk, bestaande uit de NPS en de VHP. Klopt. Ja, dus die hadden dat kunnen omarmen. Die hadden dat kunnen omarmen, maar zij, en dit is de kern van dit verhaal, beide partijen begrepen dat een gemene best, hoe goed het ook gemeend was, zou leiden tot een vorm van recolonisatie. Ja. Tot verstrengeling van belangen en bemoeienis van een buitenlandse macht, in dit geval Nederland, in de binnenlandse politiek. Want kijk, wat Nederland constant wilde doen is, ze wilden die militairen terugdringen in het kampement. Maar die militairen heeft zich op een gegeven moment een politiek jasje aangedaan en is zich toen een politieke partij gaan noemen. Ja. En daardoor kon Nederland niet meer zeggen, NDP, jij moet nu in de kazerne. Nee, dat konden ze niet, want het was een politieke beweging geworden. Ja. Dus met andere woorden, in Nederland zeiden de politici die toen aan de macht waren, nee Lubbers, we vinden het wel een knap idee, mooi bedacht enzovoort, maar dat gaan we niet doen, want het is een recolonisatie. In Suriname zeiden ze, ja, maar dit willen wij niet, want hier hebben we juist gevochten voor onafhankelijkheid, hoe slecht het ook gaat, we gaan dat niet doen, maar begin dat geld te geven van het raamverdrag. Dat was constant de bedelarij van de leiders in Suriname, dat was Felix Jan. En Jan Pronk maakt die mensen ook echt belachelijk in zijn boek. Hè? Mm-hmm. Als je leest, Jan Pronk die zegt gewoon, iedere keer als hij Venetiaans sprak, ging het over, mag ik geld? Als het bij Shankar, mag ik geld? Het zijn allemaal ex-presidenten geweest. Alleen Boutersen en zijn regering vroegen niet om geld. Want zij hadden gewoon, ze hadden het gewoon gehad met Nederland en ze wilden dat niet. Ja. Nou, nu even terug naar het recolonisatie-idee. Wat schuilt hierachter? Nederland weet dat ze nu, anno 2022, weet Nederland nog steeds dat die recolonisatie van Suriname not done is. Net zoals onder dat idee van Lubbers en Valk en weet ik wie die allemaal heeft zitten knoeien daar en goede ideeën hadden en slechte bedoelingen hadden, weet ik allemaal niet. Dat laat ik eventjes voor heel veel analisten. Mijn conclusie is dat Nederland op dit moment Suriname helpt, maar met één doel. We gaan het land zuiveren van bepaalde politieke partijen.
en bepaalde politieke stromingen. Want dat was altijd al hun doel. Dat doel is niet veranderd. En waar hebben we het concreet over dan? Ik bedoel, die stromingen? Nou, waar we het over hebben is, we hebben het over het kapotmaken van de NDP. Ja. Het kapotmaken van de ABOP. Ja. Want dit zijn destructieve politieke krachten in Suriname. Ja. Nou, wat is wel kosher? NPS is kosher, PL is kosher, KTPI is kosher. Dat soort oude partijen met wie ze toen de NPS, met wie ze toen de onafhankelijkheid hebben gevierd op het paleis in Suriname. Dat zijn de koosjere partijen. Je noemt de VHP niet in één adem? De VHP ook, VHP. Dus de oude politiek vinden ze koosjer. Ja. Dat vinden ze aardige mensen. Ja, maar Nederlanders zijn toch van integer, betrouwbaar. Dat staat toch hoog in het vaandel van de Nederlandse politiek. Nou, maar dat is het punt. Hè. Kijk, Nederland krabt zich nu achter zijn oren van, beste mensen, wie is nou wel kosher in Suriname? Ja. Want die VHP, is die wel kosher? Precies. Hoe kan het nou zijn dat een president van Suriname op een streetparty verschijnt om vervolgens diezelfde meneer met wie hij wijn drinkt, een week later op te laten pakken? Dat is één. Twee. Hoe kan het zijn dat een president op zijn inauguratiedag een paar uur eerder of later of een paar dagen een gouden medaille krijgt van meneer Bordeaux, die nu plotseling gezocht wordt? Gelijk naar de inauguratie. Hoe kan dat? En waarom neemt de president een gouden munt aan van iemand waarvan hij al 2 jaar geleden, 3 jaar geleden wist, dat zeg ik niet, dat zegt Brunswijk. Brunswijk zegt, Oebe Sabasan is 3 jaar geleden voor verkiezing Bordeaux bij Abando Sheikh Ba. Dus hoe kan het dan dat je als president van iemand een gouden munt aanneemt en gewoon verder gaat met regeren? Dus de Nederlanders zijn ook niet gek. Die denken nu, wie is nou kosher? Hoe kosher is NPS? Hoe kosher is PHP? Hoe kosher is PL? En ze weten geen raad. Dus wat doen ze? Ze kiezen de kant van de minst slechte. Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik wil gaan naar een nationaal dialoog. De volgende generatie Surinamers moeten niet opgezadeld worden met hibbies van deze oudjes. Ja. Ik wil dat Swami Gidari, mevrouw Essert, Anton Karg, Robert Vishnudat en nog zoveel meer andere ambitieuze Surinamers zich vrij kunnen inzetten in hun land. Dat ze kunnen joggen van hun huis naar het werk. Zonder beveiliging. Iedereen een hand schuddend onderweg. Van zwerver tot aan directeur van een bedrijf. Met andere woorden, we moeten naar een ander model om het land in de juiste richting te duwen. Want de richting waarin we het land nu op duwen is eentje van rancune. Is een cultuur van miasma. Het is een grote stank. Die stank is binnen de VHP, die stank is binnen de NPS, die stank is, zelfs waar je niet zou denken dat die stanker is, is die stanker. En onder een stinkende omstandigheid ga je er niet uitkomen, want iedereen heeft zijn neus dicht. Als je niet oppast, vallen ze allemaal dood omdat ze niet durven te ademen. En dat zie je in deze regering. Je ziet mensen als minister aantreden en dan doen ze geen bal. Er is geen beleid. Er is geen rapport van we gaan links, we gaan rechts, noord-zuid, zoveel graden, zo, daar gaan we naartoe. Nee, vandaag is het, we gaan 100 mensen plukken via de belastingdienst. Morgen gaan we de OMO afschaffen of we gaan de OMO verdubbelen. Niemand praat over wat er werkelijk aan de hand is in het land. En dat is, Suriname is op een punt aanbeland dat als je dit voortzet, dat er de komende jaren geen investeerders naar Suriname gaan komen, omdat ze de zaak niet vertrouwen. En laten we niet vergeten, Fred, hoeveel Surinaamse diaspora mensen zijn er nu gegaan naar Suriname om te mogen helpen bij de centrale bank, bij de ministeries. Dus daar heb ik het over mensen die op jou en mij lijken en op Brunswijk lijken en op meneer Pengel lijken en op meneer Sumita lijken. Hoeveel mensen zijn naar Suriname gegaan om te helpen bij de centrale bank, bij de belastingdienst, bij ministeries?
op de ambassades, hoeveel? Er is een heel bataljon aan witte mensen naar Suriname gegaan, die vast wel de kwaliteiten hebben, maar zie hier het bewijs dat wij bang zijn voor elkaar. Dat we elkaar misschien een beetje haten zelfs. Dat we elkaar niet vertrouwen. He? Ik heb net genoemd professor Chuni, professor Mahadeo, professor Hubert Ramprasad. Zelfs meneer Maka. Iedereen zit hier in Nederland. Maar we sturen nou ja, Maka is vaker in Suriname, toch? Ik bedoel. Nee, maar goed, hij is ook nog niet echt benoemd in een functie dat hij daar iets kan doen. Ja, voorzitter van Diaspora Instituut, dat is in Nederland. Maar dat ding is ook finaal mislukt, omdat we ook daar geen vertrouwen in hadden. Ja, ja, minister van Buitenlandse Zaken, die heeft absoluut dat ding niet gesteund, anders was het vandaag een succes. Ja. We zien gewoon heel duidelijk dat er oikofobie heerst, er heert miasma, het is een gedrocht van een situatie, dit is niet de manier waarop we het gaan oplossen. Wij vertrouwen elkaar niet, wij wantrouwen elkaar meer, zeg ik bedoel. Zeker. Ja, en daarom... Fred, kijk, ik zeg niet dat we nu mensen moeten gaan ontzien, hè. Ik zeg niet dat we mensen moeten ontzien die gewoon crimineel gedrag vertonen of iets dergelijks. Dat zeg ik niet. Ik zeg... Gewoon, als je kijkt naar hoe andere landen het hebben gedaan, is er een verzoening, een betere, zuiverdere manier voor de toekomst van het land, voor de volgende generatie. Ja. En dan, die deze oude generatie heeft, moeten ze vooral bij zichzelf houden, ze moeten het erkennen, ze moeten in therapie gaan, maar ze moeten die jonge generatie niet ermee opzadelen. Ja, duidelijk. En wie moet met wie in verzoening, Ashwin, als we daar even wat helderheid in scheppen? Wie zijn de mensen die tegenover elkaar op dit moment staan? Nou, ik geef een voorbeeld. Ja. Kijk, we weten dat op een gegeven moment president Felician een vorm van pardon heeft verleend aan Brunswijk. Ja? Als Brunswijk nu, anno 2022, vice-president is, dan kan ik me voorstellen dat president Santokki ook een bepaalde vorm van pardon hanteert bij VP Brunswijk. Ik kan me dat voorstellen. Waarom? Omdat president Felician een bepaalde vorm had gevonden om dat te doen. Moet je dan meneer Bordeaux niet berechten? Nee. Ik vind dat dat gewoon moet kunnen gebeuren. Ik bedoel, als iemand iets steelt, iemand een kip steelt of zo, dan weten we die persoon wel te berechten. Maar we moeten niet vergeten, het Openbaar Ministerie van Suriname heeft ook een capaciteitsprobleem. Dat is ook meerdere malen gezegd. Het is niet omdat ik het nu zeg, dat is ook meerdere malen gezegd door kenners. Dat betekent dat je qua capaciteit je prioritering gaat moeten stellen van ik ga nu meneer Bordeaux oppakken, ik ga meneer Bouters oppakken, ik ga vriendje van Bordeaux oppakken, ik ga zoon van de president ontzien, ik ga de neef van de president ontzien, de dochter. Zo kun je lijstjes maken. Waarom moet je dat doen als OM? Omdat je de capaciteit niet hebt om al die mensen in één keer te pakken. Ja? Kijk, wat ze in Sicilië op de norm, en de norm, ik bedoel, wie ontzie je wel en wie ontzie je dan niet? Dat is het punt. Ja. Er is op dit moment geen norm te stellen, omdat je norm afhangt van meerdere facetten waaronder je uitvoeringscapaciteit. Ja. Als je de mensen hebt, is je norm anders. Nu is de norm, paniek. We hebben nu een zaak, dat ding van Bordeaux is een cold case, hij maakt mooie clips. Hij doet zijn kroon te vaak aan. Hij glimt als hij door Paramaribo rijdt. Vinden we niet leuk. Dus we zetten hem op nummer 1. Ja, maar dat is rancune toch? Dat is toch rancune? Dat kan rancune zijn. Dat kan willekeur zijn. Dat kan terecht zijn. Als ik de verhalen goed volg, dan is inderdaad Bordeaux in picture vanwege het feit dat hij kritisch uitlaat naar de regering en de wijze waarop de beloftes gemaakt door deze regering wel of niet waren gemaakt zijn. En wellicht gaat hij in zijn vocabulaire iets te ver dan jij en ik zouden doen. Maar dat is dan de reden waarom men zegt, anders hadden we hem ontzien, maar nu gaan we hem oppakken. Ik bedoel, dat is toch niet de juiste toepassing van de rechtshandhaving? Nee, dus dan komen we terug op die norm. Ja. Wat doe je, wat is je norm? Nou, die norm is zoek. Laten we dat in ieder geval constateren. Die norm vind ik zoek. Waarom is die norm zoek? Er is een beperkte uitvoeringscapaciteit. Ja. We weten dat er geen wetschrijvers zijn. We weten dat er niet voldoende rechters zijn. We weten dat er nog heel veel andere
personen die zo'n apparaat van het OM zouden moeten bemensen, ja, dat daar een tekort aan is. Ja. Nou, wat krijg je, ja, los van die prioritering die je dan gaat stellen, waarbij je zegt die wel en die niet, ja, goed bedoeld of slecht bedoeld, maakt even niet uit, je gaat moeten prioriteren, ja, gaat een beeld creëren in de samenleving dat je met twee maten aan het meten bent. En dat is nu het geval. Ja. Ja. Men vindt, iedereen die Hindoestaan is, wordt ontzien. Ja. En iedereen die niet Hindoestaan is, wordt berecht. Iedereen die ABOP is, wordt berecht. Iedereen die NDP is, wordt berecht. Maar iedereen die van de VHP is, wordt niet berecht. Dat krijg je, dat beeld krijg je. Is dat terecht? Dus, is dat terecht dat mensen dat beeld krijgen? Nou ja, kijk, ik vind als je kijkt naar zo'n zaak als bijvoorbeeld Blauwmeer, ja, dan vind ik dat die zaak te weinig aandacht heeft gehad, juist, van het OM. Ja. Hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de zaak Sabaku, ja, bijvoorbeeld, heeft het te weinig aandacht gehad. Misschien krijgt het nog wel de aandacht, prima, maar dat probeer ik aan te geven. De prioritering ligt niet daar. De prioritering ligt op, oh, jij bent van de ABOP, oh, jij bent van de NDP, dan gaan we daarop focussen. We gaan die spotlight daarop richten. En dat creëert een polarisatie in de samenleving, ja, waarbij je ook de volgende generatie Surinamers aan het verzieken bent. Ja. Hè? Ja. Want het zijn ooms, tantes, nichten, neven. Surinamers is een klein landje, 600.000 mensen, eilandscultuur. Ja. Dus je bent de volgende generatie, ben je nu ook al aan het voorbereiden op een rancuneuze manier, ja, van regeren. Je bent mensen aan het verzieken op deze manier. En daarom hebben landen als Zuid-Afrika, Rwanda, Colombia, hebben een manier gevonden om de volgende generatie te ontlasten. Om ze niet te beïnvloeden, ze niet gek te maken, ze niet te kleuren. En dat is wat ik vandaag probeer aan te geven, Fred. Dat we op die manier ook moeten durven kijken naar een oplossing voor Suriname. Want zoals ik eerder zei, ministers gaan nu zitten, ze gaan geen vinger uitsteken. Want ze weten, de volgende keer dat Boutersen daar zit, krijgen ze allemaal rechtszaken aan hun broek. Ja. Allemaal. Ja. Ook deze president loopt het risico dat hij door, zoals hij nu zijn, de vorige president laat berechten via het OM. Precies zo gaat Boutersen, als hij de volgende verkiezing wint in 2025, gaat hij misschien ook hetzelfde doen. Ja. Hè? Duidelijk. Ashwin, bedoel de landen die jij noemt, hè, daar waren conflicten, stammenoorlogen, stammen die tegenover elkaar stonden, etnische groeperingen, blanken tegenover zwarten, hè. Die elkaar het leven behoorlijk moeilijk maakten. En dan politiek wijs. Maar nou, in Suriname heb je dus dat dwars door politieke groeperingen, personen in pictures gaan komen, die mogelijk zeg maar onderwerp van vervolging zouden kunnen zijn, vanwege het feit dat ze een criminele daad hebben verricht. Hoe maak je daar dan het onderscheid in? Kijk, Hoefdraad is een man waarvan gezegd wordt dat hij in zijn ambt, in zijn functie van minister van Financiën verkeerde keuzes heeft gemaakt en daarmee het land benadeeld heeft en sommigen zeggen dat hij zichzelf bevoordeeld heeft. Nou, dat laatste is niet bewezen. Ik kan me voorstellen dat je zo iemand zegt, ja, het is in zijn rol als minister gebeurd voor zo iemand zo wat jij oppert, hè, die verzoening op zijn plek zijn. Maar laten we Bordeaux als voorbeeld nemen. Bordeaux is toch wel, wordt er door het OM nogal wat zaken aan hem ten laste gelegd. Ik bedoel, dat gaat om moord, gaat om money laundering, gaat om drugs en noem maar op. Ik bedoel, hij is dan tegelijkertijd politicus, bestuurslid van de ABOP. Ik bedoel, geldt dan voor Hoefdraad, voor Bordeaux dezelfde argumenten waarom je met hem in verzoening moet komen, vergeleken bij Hoefdraad? Nou, kijk, om antwoord te geven op jouw vraag, want jouw vraag is, als ik het goed begrijp, Fred, ik ga even kijken of ik het goed begrijp, is, moet jij die mensen ontzien? Nee. Ik vind dat je die mensen niet moet ontzien. Dus iemand als Bordeaux moet je niet ontzien. Maar op het moment dat je vicepresident, meneer Brunswijk, die een historie heeft en de geschiedenis ingaat in de Surinaamse politiek, want laten we niet bagatelliseren, hè, wat Brunswijk heeft betekend voor de democratie in Suriname. Ik ben nog steeds van het standpunt dat Brunswijk een essentiële rol heeft gespeeld
Ja. Met hulp van de CIA of van Nederland, geheime diensten, weet ik veel. Wat allerlei voor complottheorieën er zouden kunnen beschreven kunnen worden. Hij heeft een significante rol gespeeld als Maron, als Jungle Commando, met zijn Jungle Commando in de politieke geschiedenis van Suriname. Oké, dat gezegd hebbende, de manier waarop Venetiaan ermee is omgegaan, de manier waarop Nederland met Brunswijk is omgegaan, dat is nogal wat. Ja. Dat kun je niet onder stoelen of banken schuiven. Dat moet je niet willen ontkennen, dat moet je ook niet een bepaalde kleur willen geven. De enige kleur die daarvoor geldt, vind ik, is de kleur grijs. Het is niet wit, het is niet zwart, het is grijs. Ja. Hetzelfde zou je ook kunnen zeggen, en dat gaat ook blijken, ik zeg het vandaag, misschien leef ik dan niet meer. Wanneer in 2060 die archieven opengaan hier in Nederland over wat er is gebeurd, wat de rol is geweest van Nederland in Suriname met de coup van 1980, de rol van kolonel Valk, dan heb ik het ook over de kleur grijs. Dan gaan we zien dat de wereld niet zwart of wit is, maar het is grijs. Mm-hmm. Oké, nou, terug naar de essentie van jouw vraag. Moet je Bordeaux ontzien? Nee. Maar op het moment dat je Bordeaux niet ontziet, moet je bij wijze van spreken de knopendraaiers in het verhaal Sabaku ook niet ontzien. Juist. De knopendraaiers bij SLM ook niet ontzien. Ja. Dus met andere woorden, dit is niet aan mij of aan jou om nu een oordeel te vellen wie wel en niet op een lijstje moet komen. Nee, dit is waar het om draait. Ja. Kijk, we weten dat er politieagenten waren in Zuid-Afrika die baby's tegen de muur hebben gegooid. Mm-hmm. Dat wisten we. We wisten de namen, we wisten de mensen, we wisten alles. Er is een proces gestart, beginnend met een dialoog, waarbij moeders die agenten in de ogen hebben gekeken en hebben gezegd, ik weet dat jij mijn baby tegen de muur hebt geslagen. Dat de hersens van de muur afspatten. Dat heb ik gezien. Jij weet het, ik weet het. Maar vanaf vandaag vergeef ik je het. En we gaan verder. Want ik wil niet dat deze hippies naar de volgende generatie gaan. Dat heeft die blanke gezegd en dat heeft die zwarte vrouw gezegd. Die haar eigen baby's hersenen aan de muur zag. Dit zijn menselijke dingen. En dat betekent dat wij in Suriname moeten beginnen met een dialoog. Die dan vervolgens in dat dialoog gaan er afspraken gemaakt worden. Hoe wij met de situatie Brunswijk, Bordeaux, enzovoorts omgaan. De zaak Boutersen. En dan komen we op een bepaald, dan komen we in een nieuw traject terecht, waarin er ruimte zou moeten zijn voor verzoening. Ik zie, kijk, dit is één model, hè. Ik zal je een radicaler model geven, en dan mogen de luisteraars en iedereen die dit gesprek gaat beluisteren, mag dan zelf een oordeel vormen, wat nou voor Suriname zou werken. Mijn voorkeur is scenario 1. We gaan voor verzoening via een nationaal dialoog, gaan we de route van verzoening kiezen. Een ander scenario is wat ze in Sicilië hebben gedaan. Ze hebben een groot gevangenis gebouwd. Ze hebben alle mafiosi van alle familie opgehaald. Die hebben ze als apen achter tralies gezet. Ze hebben een bataljon aan. Rechters, onderzoekers, officieren, weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken. Hebben ze allemaal opgetuigd. En ze hebben 2 rechters verloren. Rechter Falcone is met een bom de lucht in gegaan. En rechter Borsalino is ook de lucht in gegaan. Ja? Als we dat scenario willen hebben in Suriname, is een keus. Dan kun je het ook oplossen op een manier zoals de Siciliaanse maffia in Palermo is berecht. Kan ook. Dus ik bied Suriname op dit moment in dit gesprek 2 modellen. Kies. Kies welke je wil. Wil je? Ik bedoel, de maffia in Palermo is er nog steeds. Ja. Maar, ik bedoel, Zuid-Afrika is nu een florerend land. Colombia doet het ook goed. Rwanda is een van de hardst groeiende landen in Afrika. Dus kies maar, een model. Zijn de wonden geheeld daar? Tussen al die verschillende groepen die ooit tegenover elkaar hebben gestaan? Ik bedoel, dat de landen... Ja hoor, dat kun je zeker stellen, dat die wonden geheeld zijn. Ja. Maar er was ook geen andere manier om de wonden te helen. Ja. Want als je een baby tegen de muur hebt zien doodgaan, ja,
dan kun je wel al die agenten die betrokken waren in dat gebouw op dat moment wel gaan berechten. Maar dan moet je heel Zuid-Afrika berechten. Ja. En dat is nu ook in Suriname het geval. We hebben een situatie in Suriname waarbij onder andere door 47 jaar wanbeleid, interrupties, bemoeienissen, pogingen tot rekolonisatie, enzovoorts, frustraties, slechte leiders en cocaïnehandel, waar Suriname mee is overspoeld, iedereen heeft vieze vingers. Iedereen die nu in Suriname zit, heeft boter op zijn kop. Iedereen. Dus hoe ga je dit oplossen? Wie wil je wel berechten, wie wil je niet berechten? Hoe wil je het aanpakken? Ja. Nee, duidelijk. Maar de context waarin jij dit voorstelt, hè, is dat op dit moment polarisatie op de loer is vanwege interne verdeeldheid en selectief vervolgen van personen vanuit politieke voorkeur en rancune. Zeg jij van als je hier nu niets aan doet. Door partijen gezamenlijk aan tafel te krijgen, met elkaar in dialoog te gaan en erkennen dat er in de loop der jaren heel veel fout is gegaan en dat aan alle kanten de fouten gemaakt zijn. En als men de toekomstige generaties zou willen ontlasten van een afrekencultuur, een cultuur waarin rancune leidend is, dan zul je dat dialoog met elkaar moeten willen aangaan om uiteindelijk met toch wel een schone lei een nieuwe start te kunnen maken. Dat klopt, dat zeg ik ook. En Fred, kijk, Surinamers zijn geen lezers, dus ik wil ze wel herinneren aan één belangrijk ding die ik recent ben tegengekomen. Dat is een conversatie die heeft plaatsgevonden tussen de regeringsfunctionarissen uit Nederland en ex-premier Aron, die vrijgelaten was na een jaar gevangen genomen te zijn door het militair bewind van 1980. Op een gegeven moment zegt Aron tegen de Nederlandse delegatie: ik vind het heel erg dat jullie helemaal geen moeite hebben gedaan om mij vrij te krijgen uit de gevangenis. En je moet je voorstellen wat dat met een bepaald mens doet. He? Je bent als Nederlandse partij, ben je bij de onafhankelijkheid, heb je dagenlang, wekenlang, maandenlang met Aron onderhandeld. Die man beschouwde je misschien als een vriend. Jij beschouwde hem als een waardige partner aan tafel. Ja? Op een gegeven moment wordt die man door een militair dictatuur, die eigenlijk alle ingrediënten had om een militair dictatuur te worden en het land gewoon te ontwrichten, waarvan we nu 47 jaar bewijs hebben. Ja. Wat doe je dan? Je steekt geen vinger uit om je vriend, geen vinger hè, ik zeg niet, dus je hoeft hem niet te gaan halen in de gevangenis met een militaire macht en hem te bevrijden. Maar je had tenminste via een diplomatieke route, had je een beroep kunnen doen om Aron vrij te krijgen. Met andere woorden, ik geef dit aan om te benadrukken dat die rancune heel diep zit. Mm-hmm. Die rancune zit heel diep. Het zit op een heel diep emotioneel niveau. Op een heel diep emotionele vlak zit dat. En als je dit soort dingen niet in een dialoogvorm met elkaar kunt bespreken, dan gaat dat land gewoon niet vooruit. Want er is geen tijd voor beleid. We zijn te druk met mensen rancuneus vervolgen. We zijn druk bezig met de volgende generatie ophitsen tegen onderling. Dus die verdeeldheid gaat blijven. De Hindoestaan mag nooit van de Maron houden. De Maron mag nooit van de Hindoestaan houden. Nee, want die heeft jouw vader toen zo behandeld. En die heeft jouw moeder toen zo behandeld. Dit zijn toch de dingen die ook in Zuid-Afrika hebben gespeeld. Ja. Of konden spelen. Dit zijn de dingen die in Rwanda hebben gespeeld. Dus als je Suriname volgens het Siciliaans model wilt runnen, doe je best. Ik maak daar geen deel van uit. Dat is mijn standpunt die ik heb ingenomen. Ik ga de rancunecultuur in Suriname absoluut niet ondersteunen. Dat mogen mensen doen die zich daarvoor lenen. Ik ga een ander traject in en dat is blijven hameren op dialoog. Ja.
goede gesprekken met elkaar. Het is een kleine samenleving. Ja. We moeten volwassen met elkaar over alles kunnen praten. Ja. Dat neemt niet weg dat je nog steeds de kippendief moet oppakken. Ja. Want daar zijn we wel goed in. Maar zodra het ingewikkelder wordt, dan kan het OM het niet. Of het OM wil het niet, hè? Niet dat OM kan het niet. Wil niet, kan niet. In ieder geval ze bewijzen dat ze uitstekend die kippendief kunnen oppakken. Ja. Maar bijvoorbeeld de vorige raad van commissarissen van de Centrale Bank. Ja. Heb jij gehoord dat er iemand is verhoord? Nee. Ja. Hey, Ashwin, wie moet het allemaal gaan doen? Ik bedoel, iemand moet het initiatief nemen. Waar ligt de verantwoordelijkheid om... Uitstekende vraag, ja. Fred. Uitstekende vraag. Ik denk dat vooral maatschappelijke organisaties, waaronder ook de kerkelijke bewegingen... Ja. Ik doe bij deze van mijn kant een beroep op de kerkelijke organisaties in Suriname... Ja. Om hier het voortouw in te nemen. Ja. Ja. Ik ben niet de eerste die dit soort inzichten... aan publiek bespreekt. Ja. Er zijn eerder verzoeningspogingen geweest. Ik vind onvoldoende. En ik vind dat de kerkelijke organisaties en andere maatschappelijke organisaties zich hier echt in moeten gaan inbijten. Ja. Een standpunt moeten innemen. En moeten gaan proclameren dat zij staan voor een Suriname met een schone lei. Ja. En alleen dan... Zouden we enige buigzaamheid kunnen verwachten van het huidige leiderschap? Want voor zover ik het inschat, denk ik niet dat president Santokki de juiste persoon is om dit traject in te gaan. Ja. Ik denk dat we een heel andere type leider nodig hebben. Ja. Ik denk dat we een nieuwe leider nodig hebben in Suriname die niet politioneel is opgeleid. Die beter luistert naar verstandige mensen en verstandig advies. Die beseft dat er bepaalde karaktertrekken zijn in de persoonlijkheden die het land nu domineren. Dat is meneer Brunswijk, meneer Santokki en meneer Boutersen. Die hebben allemaal, die zitten beladen met wapens om zich heen. En dat wapens niet de oplossing zijn in Suriname, maar juist de ahimsa van Gandhi... waarbij we nu een vorm moeten gaan vinden via die geestelijke leiders om een route uit te stippelen die anders is dan de huidige route die we hebben, die we erven. Ja. Er is onvoldoende erover nagedacht. Daar beticht ik iedereen in Suriname van, maar ook in de diaspora. Er is onvoldoende nagedacht over een alternatieve route waarbij er ruimte is voor dialoog, verzoening, zodat we de volgende generatie Surinamers niet hun toekomstperspectief afpakken. Want dat zou crimineel zijn. Dat zou egoïstisch zijn. En dat zou getuigen van zeer kortzichtig inzicht. En binnen hoeveel tijd zou dit zijn beslag moeten krijgen? Per direct. Ja. Ze zouden per direct ermee moeten beginnen. Want we hebben nu nog 2 jaar naar de volgende verkiezing. En ik wil nu ook een bode uitspraak doen. Ja. Ik denk dat de kans enorm aanwezig is. Dat de NDP de volgende verkiezing gaat winnen. Mm-hmm. En waarom zeg ik dat? Het is een heel eenvoudig verhaal. Suriname heeft, naar het zeggen van Ashwin Adin, de ex-VP, ongeveer 250 miljard US dollar in de grond zitten. Aan olie en andere grondstoffen en mogelijkheden om het land tot ontwikkeling te brengen. We weten nu dat Chevron en Total dralen. Dus er zijn nog genoeg putten die niet van Chevron en Apache Chevron en Total en zo zijn, die zo verkocht zouden kunnen worden in een hele slimme constructie, of toegezegd zouden kunnen worden aan Chinese partijen, mm-hmm. aan China. Nou, dat betekent dat als je een slimme politicus bent, dat je een blanco check nodig hebt van een land als China om de volgende verkiezing te winnen. Je hebt 5 miljard schuld. Deze regering heeft het niet kunnen doen. Die gaat het ook niet kunnen doen. Dus in 2025 zouden wij, jij en ik en iedereen die nu luistert naar dit programma, die zou weliswaar de NDP op het podium kunnen zien met een blanco check. Hm. Beste Surinamers, hier heb ik in mijn hand een check getekend door Sinopec of Sinoc, al die Chinese oliemaatschappijen. Die hebben 10 miljard toegezegd en wij gaan het land regelen, we zitten. En dit volk wat nu pinaart, wat iedere dag de koers ziet stijgen, de broodprijzen ziet stijgen, een incompetente regering ziet, en zo nog meer, die gaan
allemaal 180 graden draaien. En dan is het gebeurd, dan hebben we de pop aan het dansen. Dan mogen al die ministers, maar ook deze president, mogen allemaal hun borst gaan nat maken. Want dan komen die rechtszaken eraan. Stuk voor stuk. Zoals ze nu behandeld worden, zo gaan ze deze mensen ook behandelen. Ja, ja. Men heeft dus dat allemaal zelf aangesticht nu door anderen te criminaliseren op dit moment. Die ooit een bepaalde rol, een taak, in het bestuur hebben vervuld. Kijk, ik vind dit gewoon een realistisch scenario. Ik bedoel, als je mij pakt, dan kom ik je terugpakken. Ja. Zodra ik de macht heb, kom ik je pakken. En hoe lang gaan we dit doen? Ja. Maar goed, Ashwin, de mensen die dit moeten doen, dat zijn de leiders van deze dag, toch? Ja. En heb je vertrouwen dat zij inderdaad openstaan om een dialoog aan te gaan voor verzoening? Nou, wat ik zie is betreurenswaardig. We zien, wat ik je eerder zei, we zien juist een escalerende houding. Ja. We zien geen de-escalerende houding van deze regering. Dat is een feit. Ja. Deze regering wil niet de-escaleren. Deze regering is een escalerende regering. Die zet alles in op polarisatie, zeg je, juist in die samenleving. Helaas. Hun escalerende houding, de rancunecultuur die ze hebben omarmd, het feit dat ze ook jofobisch hun eigen Surinaamse diaspora niet vertrouwen. Want ambassadeur Kargi, die doet geen beroep op autochtone Surinamers om te helpen. Absoluut niet. Ja, maar die heeft een minderwaardigheidscomplex, toch? Het zou kunnen. Wat voor complexen ze allemaal hebben, moeten ze zelf weten, al deze oudjes. Het gaat er gewoon om. Ze hebben gewoon niet de houding die nodig is om een verzoeningstraject in te gaan. En dat is de toon aan de top. De toon aan de top zegt, we gaan escaleren. We gaan de ring laten bossen. En als het bost, gaan we naar Nikeri vluchten. Oh ja? Ik wens jullie succes. Denken jullie dat die Nigerianen zitten te wachten op al die mensen uit Paramaribo? Al die Hindustanen die al die decennia lang hebben neergekeken op die landbouwers. Die hebben gezegd dat ze bokkenpoten moeten gaan planten in Nikeri. Die Nigeriaan gaat je echt niet opvangen hoor. Ook al kom je daar 10, ik ben Nigeriaan dus ik praat voor Nikeri. Ook al kom je daar 10 airports bouwen of 100 bruggen. Die Nigeriaan is ook niet gek. Dus los je probleem in Paramaribo op en kom niet kletsen in Nikeri met je problemen. Daar gaat het om. Hou die problemen in Paramaribo. Want daar is het begonnen, daar moet je het oplossen. Lachman heeft de staatsgreep geen staatsgreep genoemd. En niet zomaar. Hij noemde het een stadsgreep. Hij noemde het een stadsgreep. Laat dit goed doordringen tot iedereen. Laat het tot iedereen toon doordringen. Was dat niet een verspreking van hem? Nee, helemaal niet. Want het was een stadsgreep. Ze hebben dat politiebureau opgeblazen. Ja. Maar niet het politiebureau van Nikeri. Ja, of de markt. Ja. Dus in Nikeri, ik heb toen gewoond in Nikeri. In Nikeri ging het leven gewoon door. Ja. Die mensen uit Paramaribo kwamen suiker halen in Nikeri. Want er was niets in Paramaribo. Ja. Ja. En nu willen ze die problemen van Paramaribo naar Nikeri brengen. Ja. Moeten ze niet doen. Laat ze hun onzin zelf oplossen daar. Verzoenen, dialoog, volwassen zijn. En laat de volgende generatie niet jouw rommel opruimen. Ruim het zelf op. Je hebt het gecreëerd, ruim het op. Ja. En als je wilt praten met verstandige diaspora mensen, ben ik beschikbaar. Professor Chuni, professor Mahadeo. En zo zijn er nog meer kundige diaspora mensen die nu uitgesloten zijn. En die, die kwestie van meneer Boutersen, die decembermoorde, dat hangt nog ook als te zijn een van de aspecten waar groepen tegenover elkaar staan. Valt dat ook onder die dat dialoog om te komen tot verzoening? Ik denk dat het sowieso onderdeel moet zijn van het dialoog. En op basis van het dialoog zal er dan bepaald worden wat tot de verzoeningsportfolio gaat behoren en wat niet. Het is niet aan mij, Fred, om een probleem die ik niet heb gecreëerd, die ik alleen analyseer en op een bepaalde manier probeer uit te leggen aan het volk van Suriname en ook de politici. Want ze luisteren allemaal naar deze gesprekken van jou. Ze doen wel alsof ze niet luisteren, maar ze luisteren stiekem als niemand kijkt, luisteren ze. Ja?
Dus het is heel simpel. Op het moment dat je in een dialoog gaat, dan kun je alleen bepalen wat in de verzoeningsportfolio gaat zitten. Ja, en dat is niet aan jou en mij, dat is aan heel veel knopendraaiers in Suriname. Ja. En als die knopendraaiers het willen blijven doen, dan gaan we dingen zien als... Dan kunnen we dingen gaan zien zoals Falcone plotseling de lucht in ging en Borsellino de lucht in ging. En dat moeten we niet hebben in Suriname. Ja. En ze moeten niet hun rommel brengen in Nikeri. Ja. Blijf weg van Nikeri. Ja. Kortom, wil je toch wel escalatie voorkomen, waarbij zaken behoorlijk uit de hand kunnen lopen... En wat je zegt, dat je dan uiteindelijk etnische scheiding krijgt, dan wel etnische polarisatie onder andere. Dan zul je nu toch wel het initiatief moeten nemen om met elkaar in dialoog te treden en zaken die fout zijn gegaan, de hand over het hart strijken en zeggen, sorry en ik verontschuldig je en we gaan verder. Of ik vergeef je en we gaan verder. Er zijn voorbeelden in de wereld waar ergere dingen zich hebben voorgedaan. Ik heb de voorbeelden genoemd. Ik heb Colombia genoemd. Ik heb verscheurd land. Ik heb Zuid-Afrika genoemd. Een verschrikkelijk groot verscheurd land. Ik heb Rwanda genoemd. Ik bedoel, als we in Suriname dit niet kunnen oplossen, Fred... Ja. Dan zou ik zeggen, dat is Suriname het niet waard om straks een ontwikkeld land te worden. Want dan zijn we... nog steeds op het dierlijk niveau bezig. En wil je een land verheffen, dan moet je dat dierlijke ontstijgen. Je moet rancune kunnen overstijgen. Je moet ratio kunnen omarmen. Je moet empathie kunnen omarmen. En als de leiders nu dat niet kunnen, dan moeten we mensen als mevrouw Asset, Swami Gidhari, Robert Vishnudat, Anton Karg, dat soort mensen moeten we gaan ondersteunen. We moeten ophouden met dit soort mensen niet benoemen. Ik wil ze bewust benoemen vandaag in het programma. Dit zijn de nieuwe leiders in Suriname. Ik hoop, ik vestig mijn hoop op deze generatie leiders. Ja. En dit is je benoemt bewust een aantal mensen. En allen die jij niet benoemt, zeg je van... ze hebben hun rol vervuld, maar in deze hebben ze geen rol te vervullen. Geen taak. Ik geef je een concreter voorbeeld. Stel nou dat je het platform Dialoog zou moeten opzetten. Ja. Wie zou daar een zitting nemen? Ik wil niemand van die oude politieker in zien. Niemand. Ik wil mensen zien als Swami Gidhari, Debi Persat, de generatie die straks het roer gaat overnemen in Suriname. Korte die mensen, wil ik erin zien. Ja, je zegt individuen die reeds politiek actief zijn geweest? Nee. Nee, die moeten daar niet zitten. Ja, ja, ja. Dat dialoog moet starten van luister, wij zijn de volgende generatie Surinamers. Ja. Wij willen een andere cultuur in dit land. Ja. Dat miasma willen we niet meer. Ja. Die stank in die tunnel met geen licht wil ik ook niet hebben. Ja. Ik wil niet dat mijn kinderen in een land opgroeien waarin de Marons de Hindustan haten, de Javaan de Marons haten, weet ik veel. Ja. Ik wil dat niet. Maar ik wil nu een dialoog hebben en wij gaan die oude leiders, gaan we niet eens... bij wijze van spreken een rol geven in dat dialoog. Nee, zij verschijnen alleen wanneer ze elkaar een hand moeten geven en dan het bejaardentehuis in moeten. Zo simpel is het. Ja. En even voor de luisteraars, de namen die je genoemd hebt van personen, zullen wat meer zijn denk ik. Zeker. Ja, wat is hun rol in deze? Zijn zij, wat is hun rol in jouw plan? Ja. Ja, heel goede vraag. Hun rol zou moeten zijn om dat dialoog te starten. Ja. En de partijen erbij te halen met wie er gesproken moet worden. Ach, ik noem de kerkelijke organisaties. Ik noem maatschappelijke organisaties. Ja. Ik noem politieke partijen, zoals de BEP. Ja. Mensen als meneer B. Ik zie dit soort mensen als de nieuwe generatie leiders. Ja, ja, ja. En ik verwacht van hun, en dat vind ik dat het Surinaams volk er ook... dat ook mag verwachten, dat dit de mensen moeten zijn die dat dialoogproces moeten starten. Mm-hmm. Dat is de eerste stap. Mm-hmm. Vervolgens kun je dan zeggen, we gaan het uitbreiden. En er zijn organisaties in de wereld die helpen met dit soort processen. Dus die moeten we, dat dialoogplatform met dit soort jonge leiders, die de toekomst van Suriname gaan vormen en bepalen, deze leiders zouden nu op pad moeten
om de professionals erbij te zoeken. Ja. Die zo'n proces kunnen begeleiden. Ja. Die stap voor stap alles doorwerken, uitwerken. Ja. Ik heb, en Fred, kijk, ik heb die processen heb ik over gelezen. Ja. Hoe ze dat hebben aangepakt. En ik moet je zeggen, het zijn zeer menselijke, empathische processen. Dit zijn geen processen van OM. Dit zijn geen processen, dit zijn geen technische processen. Dit zijn menselijke processen. Ja. Om problemen, grote problemen op te lossen. Ja. Dit zijn geen processen waarmee een kippendief berecht. Sorry. Ja. Dan moet je voor bij het OM zijn. Ja. Eigenlijk zoek je naar mediators die vanuit een, nou ja, een hogere, zeg maar, doel, een hoger doel, zouden willen participeren in dat proces om te komen tot verzoening. Exact. Ja. Exact. Maar je begon, je begon te zeggen dat die rol weggelegd was voor de kerkelijke organisaties. En daar stap je nu vanaf. Nee. De rol is nog steeds de kerkelijke organisaties, die zouden het voortouw innemen. Ja. Maar daar moet je natuurlijk ook Surinamers uit de samenleving hebben. Ja. En daarom noemde ik dus mensen als mevrouw Asset, Swami Gidari, Denny Versaat. Zo zullen er nog meer mensen zijn. Ja, dus initiatief komt vanuit de kerkelijke organisaties, maar ze betrekken deze mensen. Ja. Ja. Okay. Kijk, ook bijvoorbeeld iemand, de psycholoog Roy Bighari bijvoorbeeld. Ja. Ja. Die zouden we ook erbij kunnen betrekken. Dat is een vakman. Ja, hè? Ja. Dus ik wil niemand tekort doen door de namen niet te noemen. Ja. Ik zeg alleen, er zijn genoeg mensen die zich voor deze stap, als Suriname dit wil, als wij als volk dit willen, zijn er ook mensen in de diaspora die daarin zouden kunnen meehelpen. Ja. Ook kerkelijke organisaties in Nederland, die de Surinaamse samenleving een warm hart toedragen, die zouden allemaal in dat dialoogplatform plaats kunnen nemen om vervolgens richting de vervolgstappen te gaan. Ja, duidelijk. Ik vind dat inderdaad voor Suriname een goed plan. Lopende dat het gaat landen. En dat de oproep die jij plaatst naar de concreet benoemde actoren, dat die zich daarin herkennen, dat ze daar iets mee gaan doen. En ik ben met je eens, we moeten de opkomende generaties niet opzadelen met de rommel die we afgelopen jaren zelf hebben gecreëerd. Vanuit allerlei opportunistische redenen en doelen. Maar daardoor is het vandaag zover gekomen. En het is nog steeds opportunisme die toch wel zorgt dat het land op dit moment onbestuurbaar is en onbehoorlijk bestuurd wordt. Dus in die zin is dat plan, denk ik, toch wel inderdaad bij uitstek een goed idee om te werken naar verzoening, naar verbetering, normalisering. En nogmaals, het valt in staat met de draagvlak in Suriname. Daar moet het gaan gebeuren. En laten we hopen dat inderdaad de mensen om wie het gaat in deze, dat die zich herkennen in wat jij bepleit en dat ze daar iets mee gaan doen. Ga jij zelf nog actief iets doen om die actoren te bewegen, acties te ondernemen? Ja, ik zal in ieder geval, omdat ik een duidelijk standpunt heb ingenomen, want ik ben ook heel lang aan het nadenken geweest van hoe moet ik nou verder. Ik heb voor mezelf ook geëvalueerd wat de regering Santokki heeft bereikt in 2,5 jaar. Ja. Wat de toon is van zijn medewerkers, dus van ambassadeurs tot aan ministers. Alles, ik bedoel, het nieuws is gewoon prima te volgen. Ja. Vanuit Nederland en Suriname, je hoeft daar niet te zijn. Ik praat met heel veel mensen die wel in Suriname wonen. Ik luister naar heel veel interviews, want ik ben gespecialiseerd in het analyseren van interviews. Ja. En ik kan daar dus heel veel informatie uithalen die andere mensen niet zo snel kunnen destilleren. Ja. Dat is gewoon waarin ik ben afgestudeerd, onder andere. Ja. En ik kom tot de conclusie dat, dat er op dit moment een grote noodzaak is om anders naar de casus Suriname 47 jaar rommel te kijken. Ja. We moeten nu het huis gaan opruimen. Ja. Dat huis Suriname zit vol met hibbies. Het zit vol met rommel. Overal ligt er wel iets wat onafgemaakt is. En die losse eindjes moeten nu een keer goed vastgeknoopt worden. Want zo gaat het
de komende 47 jaar ook niet lukken. Ja, nee, duidelijk. Toch wel, ik bedoel, het land is klein, iedereen kent iedereen. Iedereen is op de een of andere wijze met elkaar gelieerd. Hè? Schuilt daar ook niet het gevaar in dat, als we het hebben over kerkelijke organisatie, dan bedoel jij kerkelijke organisatie van verschillende denominaties. Hè? Zeker. Ja, ik bedoel, maar we weten dat al die denominaties politiek gecorrumpeerd zijn. Ik bedoel, kijk maar hoe meneer Santoki toch wel gebruik maakt van de kerken en hun, en hun... Nee, maar serieus, en hun voorgangers. Ik bedoel, ja. En die lenen zich daarvoor ook. Hè? Ik bedoel, hoe betrouwbaar en integer zijn die organisaties om in deze een leidende rol te vervullen. Ja, nou weet je waarom ik moet lachen, Fred? Ja. Ik heb een heel mooi boek gelezen van Erasmus, de filosoof. Ja. Ik heb zelf aan de Erasmus Universiteit gestudeerd, dus dan onthoud je het makkelijk. En er is een boek die hij heeft geschreven waarbij de paus Julius, ja, die sterft en die meldt zich aan de poort van de hemel. Oké, okay. Ja. En Petrus laat hem niet toe. En toen? Dus je voelt hem al een beetje aan. Er vindt een uitgebreid dialoog plaats tussen Petrus, die de hemeltoegangbewaker is, en Julius dus, de toegangwijker. En Julius moet zich verantwoorden. Want jij was de paus. Jij bent de vertegenwoordiger van God op aarde. Maar je hebt er een puinhoop van gemaakt. Dus, sorry, ik ga je niet toelaten. Nou, en Julius die begon natuurlijk als brugman te praten of als Julius te praten. En die begon daar allemaal uit te leggen waarom hij heeft gedaan wat hij moest doen. Mm-hmm. Dus zo kun je dat ook projecteren op al die kerkelijke organisaties in Suriname. En dan ben ik het met je eens. Ze hebben allemaal hun eigen agenda. En die agenda's kunnen gecorrumpeerd zijn, dat kan. Want Julius was ook zwaar gecorrumpeerd, daarom kwam hij de hemel niet in. Mm-hmm. Petrus hield hem de wacht aan. Dus dit kan precies zo voor Suriname gelden. Ja. Maar daarom, we kunnen heel veel leren van de geschiedenis, we kunnen heel veel leren uit de menselijke filosofie. En dus kom ik tot de conclusie waar we eigenlijk het gesprek mee zijn begonnen. Ja. We moeten in Suriname naar een andere manier van denken en doen om een belangrijk probleem op te lossen. Want als je... iedereen doet het op zijn manier. Julius heeft het ook op zijn manier gedaan. Maar volgens Petrus was het niet goed, dus kwam hij de hemel niet in. Nou, we moeten die kerkelijke organisaties moeten we een mogelijkheid geven en de kans geven en misschien zelfs het voordeel van de twijfel gunnen, dat ze dat wel goed gaan doen. Ja. En dat ze dus werkelijk Suriname kunnen begeleiden richting een betere toekomst. Ja, nee, duidelijk. Nou ja, ik dacht, ik stip het even aan, zodat dat jij dat even ook... u weet, als we gesprekken hier voeren, krijg ik heel veel input van ook de luisteraars. En die neem ik af en toe ook mee, toch wel. Zeker, de bespreking, dat weet jij trouwens. Ja. Ashwin, helder, duidelijk. Nogmaals, fijn dat je dit zo uit de doeken hebt willen doen. Dat je dit plan hebt willen ontvouwen. In het belang van een betere toekomst voor Suriname. Want daar doe je het uiteindelijk voor. Hè? Daar doen we het ook allemaal voor. En dat op dit punt mogelijk dan enigszins wat meer rust en verdraagzaam gaat ontstaan. Hè? Verdraagzaamheid in dat land gaat ontstaan. Ja. En dat mensen minder rancuneus zijn en minder gericht op afrekening en meer op toch wel uitbuiten van elkaars kennis en kunde. Want het ergste is, Fred, natuurlijk, dat weten we allemaal, uiteindelijk wordt het volk de dupe. Ja. En niemand anders. Duidelijk. Ja? Nou ja, meneer Santoki heeft vanmiddag een persconferentie gehouden om 1:30. We weten niet wat de uitkomst is van die persconferentie. Of jij zal daarover bij ingepraat zijn door iemand. Maar, nee, ik heb helemaal niets gehoord, maar ik zal het zeker beluisteren. En dan zal iedereen wel, als ik daar een opmerking bij heb, zullen ze het of lezen in de krant of ik kom bij jou in het programma als het mag. Ja. En dan zal ik het bespreken.
Ik weet niet wat het onderwerp was. Weet jij wat het thema van zijn persconferentie was? Ja, even snel. Ja, ik kreeg een flyer toegestuurd en daar stond het op wat het thema van de persconferentie zou zijn. Ja, even kijken. Dus die persconferentie staat op de flyer en staat in zaken actuele ontwikkelingen. En ik zag daarna een bericht op Star News, waarin gezegd werd dat de president de aanstelling van Raghuwar Singh en de visie met betrekking tot aanpak van de financieel-economische problemen in het land wellicht uit de doeken zou doen. En personele mutaties, en of in die personele mutaties ook dat conflict tussen hem en Brunswijk om de hoek kon kijken, weet ik niet. Maar de vervanging van Roosevelt, hoe heet die meneer? Precies, de communicatieman. De communicatieman, dus dat zou bekendgemaakt worden daar. Alphen Roosevelt. Die heb je ook een keer in je programma gehad. Ik vind hem ook een potentiële leider in Suriname, hoor. Ik heb Alphen Hoogstaan, moet ik zeggen. Oké. Nou, we gaan het zien. De toekomst zal het leren. Ja. Ik ga je bedanken en voor vandaag. Dankjewel, Fred. Een mooie avond. Ja. Dank. Ja, hetzelfde, Fred. Dankjewel voor de mogelijkheid. Graag gedaan. Goed, dag. En dat was meneer Aswin Ramcharan, lieve mensen. Inmiddels 38 over 6.